vitaal. We gaan vandaag weer heerlijk in beweging en we beginnen zoals gewoonlijk op de stoel. Dat je even van het begin af aan rustig kunt opbouwen en dan lekker met ons mee kunt dansen en alles beleven. Dus ga goed zitten. Zorg dat je helemaal rechtop zit, een beetje op de punt van je stoel als je kan. Je mag natuurlijk altijd vasthouden aan de leuningen. Maar we beginnen even heel rustig met je handen en je vingers. Allemaal kleine kriebeltjes maken. Of mooi piano spelen. En je polsen rustig draaien. Je kan tegelijk dezelfde kant op gaan. Heen draaien. En terugdraaien. En op onze beurt. Heel goed. Dan even flexen je handen. En je duwt ze naar beneden. Je pols naar voren. En flex. En strek naar beneden. Voel die polsen. Heel rustig. Doe het op je eigen kunnen. Hè? Misschien kan je maar een klein beetje bewegen daar. Doe het op je eigen manier. Gaan we even door naar de ellebogen. Rustig losdraaien. En ook terug. En ondertussen zit je mooi rechtop. Deze kun je natuurlijk om de beurt doen. Heen en terug. Ja, dan ga je door naar je schouders even losmaken. Rustig draaien. En terug. Oké, schud even je handen los in je armen. Ga weer rechtop zitten. Dan gaan we even de armen strekken. Als je uitstrekt naar voren, spreid je je vingers. En als je terug gaat, dan trek je naar je toe. Ja, dan kan je je hand omdraaien. En naar voren. En terug. En naar voren. En terug. En naar voren. En terug. Ga je hetzelfde omhoog. Maak lang. Omhoog. En trek naar beneden. En omhoog. Kun je meekijken naar boven. Terug. Omhoog. Rustig terug. Laatste keer omhoog. En terug. Ga je opzij. Je opent opzij. En weer terug. De handen gaan nog steeds. De ellebogen blijven hier op. De handen gaan nog steeds open. En ook weer dicht. Ja, heel goed. Dan voel je ook een beetje in je schouders. Hè? Als het te zwaar is, kan je altijd je armen wat lager naar beneden. Ja, dan doe je ze daar. Heel goed. Maak open. En terug. En maak open. Oké, dan nemen we even een grote hap lucht. Je ademt in. En je duwt je armen naar beneden. En nog een keer adem in. En duw naar beneden. En adem weer in. En duw naar beneden. De laatste keer adem in. En duw naar beneden. Maak even ontspannen een wieltje. En andere kant. En terugdraaien. Eigenlijk een bolletje wol oprollen. En weer terug. En strek weer vooruit. Maak je lang. Uit. Trek in. En uit. En in. Gaan we naar boven. Hoog. En in. En hoog. En in. Gaan we zijn. Open. En dicht. En open. En dicht. En schep nog een keer omhoog. Hoog. En duw naar beneden. Hou je rug lang. En de laatste adem in. En duw naar beneden. Nou, de bovenkant is al lekker los als het goed is. Ja, dan gaan we even wat met de benen doen. We hebben van alles al gedaan in de voorafgaande uitzendingen. En we beginnen altijd eventjes met je hakken in de grond. Dat je even dadelijk het ritme van de muziek kunt vinden.
Goed, de muziek lekker hard zetten thuis, dat je het goed kunt horen. Goed, dan gaan we even wandelen. En je wandelt echt een beetje overdreven met je armen erbij. Heel goed. Tot vierdaagse. Doe dan maar gewoon thuis, dan hou ik die hand kan. Heel goed. Oké, dan gaan we openen en sluiten. Je stand. Open, zet hem erbij. Open, zet hem erbij. En open, zet hem erbij. En één. En sluit. En ondertussen probeer je goed rechtop te zitten. Ja, dat je niet helemaal ronde rug hebt. En je pasje is zo groot als je het zelf wil, hè? Ietsje sneller. Open, dicht. Open, dicht. 1 en 2. Heel goed. Oké, dan gaan we deze ook doen, maar dan twee stapjes. Dus je doet langzaam, sluit, nog een keer en back. Terug en sluit. Zelfde kant op, sluit. Open en dicht. En open en dicht. Open en dicht. Deze gaat ook sneller. Daar gaan we. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, je maakt de passen zo groot als je kan op de stoel, hè. Wij hebben een krukje, dus dat is een beetje makkelijker dan een gewone stoel. Pas het een beetje aan naar wat je kan. Oké, even weer wandelen. Ja, heel goed. Je armen lekker mee. Oké, even rust op de plek. Hak in de grond. Omhoog. Je tikt hem aan. Tik en neer. 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 Heel goed. En tik en neer. Tik en neer. Ja, en dat is ook voor iedereen verschillend. Hoe hoog je been optilt. Goed zo. Oké, gaan we weer opzij. Stap, stap en sluit. Stap en sluit. Uit, in, uit en in. Ja, je kan natuurlijk terug naar het langzamere tempo, hè? Pas het aan met jezelf kan. Ondertussen krijg je best een beetje warm, nee. En dubbel. 1, 2 en terug. En weer heen, heen. Heel goed. En even doorwandelen. Dan gaan we weer met de knieën omhoog. Tik hem aan. Tik en sluit. En tik en sluit. En tik. En deze kun je natuurlijk ook veel sneller doen, hè? Maar net wat je zelf het fijnste vindt. Ja? Oké, nou als het goed is ben je warm genoeg om van je stoel af te komen. Stoel hem ook weg en dan gaan we lekker wat staande oefeningen doen. Ja, we hebben lekker de benen opgewarmd, we hebben de armen opgewarmd. En we gaan even door met de armen. Ja, het is een beetje swingend muziekje. Ik hoop dat jullie dat horen. Ja, je swingt even lekker op je eigen plekje. Kleine pasjes of grote, wat je wilt. En we beginnen met een spetter. Je spettert. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. En omhoog. 3, 4. Los. Alsof je het water van je handen afspettert. Even los. En 1, 2, 3, 4, 5, 6. We gaan de schouders draaien. Schouders. Achteruit, ons gebeurt. Naar voren. Nog een keer naar achter. Hey, als je liever met twee schouders tegelijk doet, kan natuurlijk ook, hè? Dan draai je hem zo. En zo omwisselen. En naar voren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En weer spetten. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
je schouders. Achteruit. Maak het lekker los. Heel goed. En naar voren. Oké, nou dan gaan we even uitrekken. Zwem. Opzij. Zwem. En wissel. En zo. Nog een keer zwem. Nou, je mag een beetje meehangen daar, hè? We hebben de vorige keer in de les ook een keer gedaan. Misschien weet je er nog. Zwem. En zwem. En zwem. En zwem. Dan gaan we achteruit. Lang. 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 Nog een keer naar achter. Ja, denk je wanneer het mooi weer is? Misschien is het ook wel als jullie aan het kijken zijn. En naar voren. Lang, lang, lang. Wat af je schouder. Lijkt een beetje op een soort borstkrabbel. Heel goed. Even los. Viering, twee omhoog en op. Viering. Heel goed, je schouders. 1, 2, 3. Even langzaam, even rustig in tempo. En daarvoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gaan we zwemmen en lang. En lang. Heel goed. Lang. En lang. En zij. Zij. En zij. Maak je lang en rek je uit. Nog twee keer. Rechts. Andere kant. Oké. Uit. Als het te zwaar wordt voor je armen, dan doe je gewoon de rugslag een beetje lager. Ja, dan hou je je armen wat lager. Kan ook altijd aangepast worden. Naar voren. Lang. Ja. En laat ze los. 1, 2, 3, 4. Water tussendoor. Ja, dan kun je een beetje op adem komen, hè. Zo, dat is echt de swingentijd. Super gedaan. Ja, het is een zotte lente, dus we moeten ermee aan de slag, hè. Met het mooie weer. De sunny day. En we houden even lekker de swing erin. We gaan een beetje, ja, wat zal ik maar zeggen. Een beetje heen en weer wiegen. Zet je handen maar even in je zij. Ja, heel goed. Dus je buigt en je strekt je benen. En doe je armen. Dus een beetje stoerdere armen. Heel goed. Elleboog op. Laat los. Ja, adem ook goed door, hè. Oké, komt hij weer terug. Achter. Ja, die hadden we net ook. En dan heb je nu meer een zwaai beweging erin. En we duwen. 1, 2. Duw. Duw. Ja, het is echt alsof je het water even wegduwt, hè. Bij een golfje. Oké, we doen er 1, 2. 3, 4, een cirkeltje, terug. En 1, 2, 3, 4, cirkeltje. Heel goed, zet weer 1. Beetje uitrusten ondertussen, hè. Al adem. Lekker meedijnen. Lang in je rug. En een beetje stoerder, een beetje dieper naar beneden.
goed. Adem goed door. En de zwaai. Los, los. Dan kan je ook zo snel doen als je zelf wil, hè? Snel is, pak je het gewoon maar rustiger. En naar achter. Je eigen tempo. Oké, komt u weer. Duw. En duw. Duw. En duw. En hier kan je natuurlijk ook nog meer mee verplaatsen. Net hoeveel je ervan wil maken. En we doen 4, 3, 2, 1. Cirkeltje. En terug. 3, 2, 1, cirkeltje, en terug. Nou zeg, dat zag er goed uit. Hard gewerkt, het is hier al lekker warm. We gaan weer even een stoeltje terugpakken. Ja, dus we gaan afsluiten op de stoel of op de kruk. Kun je een klein beetje op adem komen? Het is al lekker warm geworden hier, hè? Heerlijk. Heerlijk, ja, dat vind ik ook. Ga goed rechtop zitten. Ja, dan voel je ook als je stil zit dat je het nog warmer krijgt. Hè? Dan ga je even een beetje uitzweten. Zet je handen op je benen. En adem even heel goed in en uit. Neem even de tijd. En ja, dan voel je ook je hartslag weer een beetje rustiger worden. Oké, nou even heel rustig met je handen. Duw je opzij. Een kleine beweging om jezelf heen. Of juist aan het einde van de dag
lekker even uit kunt dansen. Ik hoop jullie volgende week weer te zien. We zijn er elke dag, andere collega's ook, rondom de 10 uur en rondom 4 uur, na de uitzending van Rondom. Blijf bewegen, want het is essentieel in deze tijd vooral hè, dat we lekker aan de gang blijven voor ons welzijn en onze vitaliteit. Dus ik hoop dat jullie elke week bij ons blijven. Zeg het door ook als je vrienden hebt die graag mee willen doen. Elke dag uitzending. Tot gauw en fijne week. Ik ben Barbara Brouwer, ik ben directeur van het Centrum voor Kunstonderwijs Phoenix Cultuur. En Phoenix Cultuur verzorgt in heel mijn reisstad op allerlei verschillende locaties lessen en cursussen op het gebied van dans en beeldende kunst en muziek en theater. Kun je eens vertellen over de samenwerking met Omroep Meierij en de gemeente Meierijstad? Ja, de samenwerking is vorig jaar in het voorjaar in de eerste lockdown ontstaan. Want vanuit gemeente Meierijstad waren ideeën om bewegingslessen uit te gaan zenden op de lokale televisie. En mijn collega Berdy Maartens had dat idee ook. Nou, die drie dingen kwamen samen en samen met Omroep Meierij hebben we toen voor het eerst die bewegingslessen opgestart. Het heette toen nog Heel Meierijstad Beweegt. Nou, die samenwerking smaakte naar meer. En vorig najaar hebben we de handen opnieuw ineengeslagen. De gemeente, de omroep en Phoenix Cultuur. En in het kader van Meierijstad Vitaal zijn er nu hele mooie sport- en bewegingslessen. En is er ook nog gezond eten aan toegevoegd. En zo is er een heel mooi programma ontstaan voor de mensen in Meierijstad om gezond te leven. Wat betekent gezondheid of wat kan kunst en cultuur bijdragen aan de gezondheid van mensen? Ja, en heel kort kun je gewoon zeggen, kunst is gezond. En dat betekent dat actieve kunstbeoefening gezond is. Hè? Zoals je de lessen laten zien, lekker dansen met elkaar. Maar ook actief naar het theater gaan en genieten van een voorstelling. Maar ook thuis genieten van een heel mooi stuk muziek. Hè? Want dat roept emotie op, je wordt er gelukkig van. Je kan er ook heel verdrietig van worden. Maar eigenlijk weten mensen niet zo goed wat in hun dagelijkse leven, hoe ze eigenlijk in aanraking komen met kunst. Want dat is op allerlei en heel veel manieren. Dat hoeft dus niet altijd, wat mensen denken, heel actief te zijn. Van ik ga naar een tentoonstelling of wat dan ook. Kunst is eigenlijk altijd om je heen. En het zorgt ervoor dat je kunt genieten van dingen. Dat je op een andere manier naar de dingen gaat kijken. Ja, en je wordt er gewoon heel gelukkig van. Dus voor je mentale gezondheid is al het moois om je heen ook heel belangrijk. Lekker soepje maken. Ik maak een heel fris, beetje lentesoepje met courgette en met pastinaak. Wat er verder nog ingaat is groentebouillon. Ik doe er een aardappeltje in. Dat leg ik dadelijk uit waarom ik dat doe. Daar gaat bleekselderij gaat erin, shallotje, knoflook. Voor de garnering straks een beetje zuivelspret en daar gaat peterselie in. Ik ga beginnen met het shallotje. Die ga ik eventjes snijden. En ik ben echt een enorme soepfan. Ik heb altijd mijn vriezer vol liggen met soep. Ik vind het ook altijd heel fijn om in kleine porties in te vriezen. Het is sowieso lekker om wat extra groente te eten. Bij de lunch, ik eet heel vaak een kopje soep met wat brood bij de lunch. Vind ik super lekker. En meteen een makkelijke manier om groente extra binnen te krijgen. Ik heb een uitje gefruit. Of tenminste, die ga ik fruiten. Ik heb hem even gesneden. Die ga ik in een beetje olijfolie. Ga ik die eventjes aanbakken. Zo. Dat die alvast eventjes een beetje glazig mag die worden. En dan ga ik even de rest van de groenten snijden. Ik heb een pastinaak. Beetje een vergeten groente is dat. Nou, ik zie dat ik een hele fijne dunschiller heb. Even zien. Oh, zo lukt die wel. En die pastinaak, dat is eigenlijk een beetje een anijsachtige smaak heeft die. Kun je ook lang bewaren. Je kunt hem ook heel goed grillen in de... Wat is dit voor een dunschiller? Ik heb echt een hele fijne dunschiller. Ik ga hem eventjes met een schilmesje... Ga ik hem een beetje... Die dunschiller die gaat straks de prullenbak in, denk ik. Eventjes mijn aanrecht een beetje schoon houden. Dat hier de... Zo...
Wat chic idee. Mag gewoon in grove stukken. Dat vind ik ook altijd zo handig aan soep. Dat je gewoon, ja, het maakt niet uit hoe je het snijdt. Het hoeft niet in perfecte blokjes. En het is ook heel handig om wat restjes op te maken. Dus als je nog ergens een stukje van iets van groente hebt liggen, dan kan je dat heel makkelijk in de soep gooien. Deze die doe ik even op het bord hier. Hou ik mijn werkblad een klein beetje opgeruimd. Die fijne dunschiller die gaat aan de kant. Die ga ik niet meer gebruiken. Dan heb ik twee stengeltjes bleekselderij. En ik vind zelf het geluid altijd zo lekker van bleekselderij als je dat snijdt. Het is zo'n lekker knisperig geluid. Ik word er altijd een beetje blij van. En nou ja, die snij je dus even. Dat gaat natuurlijk heel makkelijk. Twee naast elkaar. En zo snijden we die verder fijn. Ondertussen spiek ik even bij de ui. Ik zie dat het nog een klein beetje hoger mag, want hij is nog niet helemaal aan het bakken. Kijk, dat is de bleekselderij. Die leg ik hier ook gewoon even bij. Zo. Die gaan we dan straks eventjes lekker bakken. Dan gaan we de courgette even snijden. Ook zo'n makkelijke allemansvriend vind ik dat, courgette. Heb ik eigenlijk ook bijna altijd wel in huis. Omdat het gewoon zo'n makkelijke groente is om ergens bij te doen. Je kan ook heel makkelijk wat dunne plakjes bijvoorbeeld. Met een kaasschaaf erlangs. En als je dat dan in de oven roostert, heb je meteen een heel makkelijk bijgerechtje. Dus dat is nou ja, een hele handige, veelzijdige groente die je ook nog eens lang kan bewaren. Nou, dit gaat gewoon allemaal in hele grove stukken. Dat komt allemaal niet zo precies. En die gaan we dan dadelijk even meebakken. Ik snij nog eventjes een courgette. Zo. Dat gaat ook gewoon in grove stukken. En dit is een soepje. Hij is wat dikker, zeg maar. Je kunt hem, als je daar niet van houdt, kunt u natuurlijk wat extra bouillon toevoegen. Maar ik hou er wel van als het een beetje een wat dikkere soep is. Dat vult ook lekker. En dat kun je ook heel makkelijk als avondmaaltijd bijvoorbeeld. Een lichte avondmaaltijd. Bijvoorbeeld met een tosti, een volkoren brood met wat mozzarella. Dat is echt super lekker om op die manier te eten. Nou, ik hak de peterselie nog even grof. Die gaat er dadelijk ook bij. En dan nog even de knoflook. Eens even kijken. Oh, dit is wel een hele grote teen. Dus twee kleine teentjes of één grote. Wat ik even doe is met een mes even er. Zet ik deze even aan de kant. Die maak ik even zo. Kneus ik hem een beetje. En dan gaat dat velletje heel makkelijk gaat er dan vanaf. Zo. Die snij ik ook gewoon even grof. Want we gaan straks toch de soep helemaal glad pureren. Dus dat hoeft niet fijn. En ik zou het ook niet met de knoflookpers doen. Ik zou het gewoon grof hakken. Nou, ik ga eens even kijken hoe het met de ui is. Nou, dat ziet er al goed uit. Wat ik dan doe. Sommige mensen doen knoflook en ui meteen tegelijk. Maar knoflook, dat brandt echt heel snel aan. Dat heeft echt maar een paar seconden nodig. Want anders wordt het bruin en dat is niet lekker. Dan gaat het echt heel bitter smaken. Dus wat ik doe is, die fruit ik heel even aan. Dat je echt lekker die geur van die knoflook ruikt. Daar ben ik altijd fan van. Nou, en wat ik dan doe is de groente erbij. Die gaat er allemaal in. Voorzichtig dat ik er niet te veel langs gooi. En dat bakken we dan nog heel eventjes mee. Dus gewoon eventjes mee, een paar minuutjes. Dat het even wat warmte krijgt. En zo. Die kan er nog bij. Dat roer ik een beetje om. Nou, wat ik daarbij doe. Je kunt natuurlijk zelf bouillon trekken. Maar laten we eerlijk zijn. Het is ook heel makkelijk om even een bouillonblokje te pakken. Dat is ook deze bouillon. Dat is gewoon van een bouillonblokje. Twee blokjes op 1 liter. En wat ik altijd gebruik is een bouillonblokje met minder zout. Dan moet je maar eens kijken in het schap van de bouillonblokjes. Dat is ook een variant met minder zout. Dus als u daarop wil letten, hè, als u minder zout wil eten, dan is dat een goede om een keer op te letten. En dit soepje maak ik nu met groentebouillon. Maar het kan ook met kippenbouillon, maar net wat u lekker vindt. Nou, dit is lekker eventjes aan het zweten. Ik vergeet nog één dingetje, want ik had natuurlijk uitgelegd dat ik nog iets met die aardappel zou gaan doen. Dat is een kruimige aardappel.
Die snij ik ook nog eventjes in wat grove stukken. En die ga ik hier dadelijk bij doen. En dat zorgt ervoor dat de soep wat bindt. Dat die wat voller is. En dan heb je ook geen room of zo nodig. Kan natuurlijk wel. Maar het hoeft in principe niet. Dus die zorgt voor wat extra binding. Dus die aardappel gaat er ook bij. Maar die hoeft eigenlijk niet mee te bakken. Daar kan eigenlijk meteen al de bouillon bij. Daar gaat een litertje bouillon bij. Ja. Kijk. Nou, en dat gaat met de deksel op de pan. 20, 25 minuutjes zoiets, dat komt helemaal niet precies. En dan gaat er straks de staafmixer doorheen. Dus wij gaan even wachten tot hij klaar is. Nou, de soep die is inmiddels heeft lekker geprutteld. En dat is gewoon een kwestie van even met de vork inprikken, hè, of het gaar is. Ik ga met de staafmixer aan de gang, dus ik ga een beetje herrie maken. Ik pak even, want die pan is natuurlijk nog heel heet. Dus ik pak even een theedoekje erbij. Dan ga ik hem even aanzetten. Ik hou de pan altijd een beetje schuin, dat vind ik zelf makkelijker om te pureren. Ik maak hem dus helemaal fijn, maar als u van liever heeft dat er wat stukjes in blijven zitten, dan kan dat natuurlijk ook, hè? Dan gewoon wat minder lang mixen. Ik ga nog even door. Ja, een paar stukjes nog, maar ik vind hem goed zo. Zo, deze gaat hierop. Wat ik dan doe, ik ben ontzettend van de vers gemalen peper, dus dat gaat flink met de pepermolen nog even doorheen. Nou, dat is natuurlijk naar smaak, hè? Dat is maar net waar u van houdt. Dat roer ik nog eventjes door. En dan wat vervolgens wel een goede truc is als je wat minder zout wil eten. Dat is een citroentje. Die altijd even een beetje losrollen. Hè? Dan komt dat sap een beetje beter los. En dan doe ik een klein kneepje. Echt maar een beetje, dus niet die halve citroen, want dat is echt te veel. Dat is gewoon naar smaak en dat haalt net een beetje de smaak op. En dat zorgt er ook voor dat er minder zout nodig is. En dan ga ik hem opscheppen. En wat ik doe, is ik schep hem natuurlijk even in een mooi kommetje. Eens even kijken. En wat lekker is, want vaak wordt er natuurlijk wat room aan toegevoegd. Maar wat een hele lekkere manier is om toch dat romige in de soep te krijgen. Dat is een beetje zuivelspread. Dat is een product wat heel laag in vetgehalte is en wat heel veelzijdig is. Je kunt dat, mors een beetje. Je kunt dat gebruiken in koude gerechten, maar ook in warme gerechten. En het is heel lekker om zo'n lepeltje zo net in die soep te doen. Een stukje brood wordt er natuurlijk bij. En wat doe ik er nog bij? Een beetje peterselie, want dat zit natuurlijk ook door de soep. Dus dat hoort er ook nog een beetje op. Nou, dat is dan een heerlijk broccoli pastinaaksoepje. Denkt u nou na het zien van deze gerechten, dat zou ik best eens willen maken? Ga dan naar de website van Omroep Meijerij en daar vindt u het recept en alle ingrediënten vindt u daar allemaal terug.